Op 24 april speelde Tommy Santiago, die hier net links uit beeld loopt, voor het laatst een wedstrijd. Toen een zware knieblessure, zijn tweede al in zijn nog zo prille carrière. Vandaag maakt hij zijn rentree bij de nummer 20 van de keukenkampioendivisie tegen de nummer 11, Telstar. Eerste schot van de wedstrijd is van de Belg Descott, die zijn debuut maakt voor Jong Utrecht. Wordt gehuurd van Charleroi. Speelde al een aantal minuutjes mee. Met Utrecht 1, vrije trap, Tom Overtoom. In de herkansing nog via de rug van Santiago over. Na een half uur werd Santiago gewisseld. Zijn minuten worden langzamerhand opgebouwd. Hier is Mees Rijks en geweldig hoe daar gegleden wordt door Apau. Voorkom dat te werk is voor de doelman van Telstar, Ronald Koeman junior. 0-0 de ruststand. Het is geen spektakelstuk op een akker van Zoudenballig. Dit is wel een knappe goal van Tom Overtoom. Verdient het predicaat droge schuiver buiten het bereik van doelman De Keizer. En zo Telstar op voorsprong. Telstar bezig aan een goede reeks. Slechts één nederlaag in de laatste vijf potjes. Keepersproblemen dan voor Jong Utrecht. Doelman De Keizer kan niet verder. Is na Kelvin Ratie al de tweede doelman die geblesseerd raakt bij Jong Utrecht. Gadella komt voor hem in de plaats. Bij Jong Utrecht dus, dat al vijf keer niet wist te winnen op rij in de keukenkampioendivisie. Eerder dit seizoen werd het wel 2-2 bij Telstar tegen Jong Utrecht. Gelijkmaker heel laat toen van Linden Edhard. En die is hier aan de bal en die probeert het. Doelman Koeman tikt de bal over. En zo houdt Telstar voor de negende keer dit seizoen al de nul. Voor de vierde keer in 2023. Deze volley van Plet gaat nog over. Maar Telstar wint wel en klimt behoorlijk ook in de derde periode. Dankzij die zuinige zege dus op Zoudenbalg.